Het is 6 juli 2021. Vandaag zal er iets gebeuren waardoor heel Nederland opschrikt. Peter R. de Vries bevindt zich dan in de studio aan het Leidseplein omdat hij te gast is bij RTL Boulevard. Heb je tegen hem gezegd om hem naast de garage te doen? Ja hoor. Ik denk dat het oké zal zijn. Stuur foto's van snelweg, auto en wapens. Leeg die ding op hem. Knal op zijn hoofd. Komt goed, geen stress. Alsjeblieft, verneuk het niet. Je gaat met die Glock doen, toch? Ja, man. Deze hond moet je hebben. Alsjeblieft, doe het goed. Geld is er. Broer, ik schiet die kaka-ding helemaal door zijn kaka-lichaam heen, die vieze kaka-hoer, hoofd alles. Ik laat hem daar als een sletje achter. Ik hou van deze shit. Zo ziet hij eruit. Je moet hem vanaf de Mac volgen. Camille en Delano lopen dan eerst nog de waarschijnlijke route en verkennen nog het een en ander. Ze worden gefilmd door bewakingscamera's. Na een tijdje gaat Delano op deze trap zitten en wacht totdat Peter langsloopt. Peter wordt 5 keer geraakt en is zwaar gewond. De schutter, Delano G., wordt rennend vastgelegd door verschillende bewakingscamera's. Gelukt. Broer haha, dwars door die KK hoofd en lichaam. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen. Hij slaapt, maak je niet druk. Weet je zeker? Ja broer, zijn ogen lagen open. De schutter en bestuurder van de vluchtauto zijn dan al op de snelweg, ver weg van de vermeende liquidatie van Peter R. de Vries. Inmiddels doet de politie sporen onderzoek en horen ze getuigen waarop meerdere tips binnenkomen. Eén daarvan is dat iemand de daders heeft zien wegrijden in een grijze Renault Katjar. Deze wordt dan al snel gesignaleerd door camera's die boven de snelweg hangen. Steek die auto in brand. Geen sporen. Gooi die wapens en kenteken weg, ik ga zo auto fixen. Dan worden ze door een politiemotor gesignaleerd in de grijze Renault Katjar. Delano G. appt dan NN4229. Politiemotor achter ons. Nee. Ja man, KK slecht geregeld, ik heb geen doekoe niks. Zorg dat mevrouwtje alles heeft, ja? Zeg tegen die Paul dat hij zijn telefoon kapot maakt en die simkaart doorslikt. Laat die grote. Volgens het OM het machinegeweer. Uiteindelijk worden ze bij Leidschendam aangehouden door een arrestatieteam. Delano G. en Camille E. worden gearresteerd voor het neerschieten van Peter R. de Vries. Binnen het uur na de aanslag op Peter zijn ze al opgepakt en ligt er in de auto zoveel bewijs dat het onder meer het een ronde zaak vindt. Peter vecht op dat moment in het ziekenhuis voor zijn leven. Het mocht niet baten, 9 dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Massale steunbetuigingen volgen door heel Nederland. Wie zijn volgens het OM de opdrachtgevers van de moord op Peter R. de Vries? Directe opdrachtgever achter de moord op de Vries is volgens het onder meer Christian M. Wie is Christian M., de man die de moordenaars van Peter R. de Vries aanstuurde?
Volgens justitie gebruikte Christian M. de codenaam NN4229. Christian M. is op jonge leeftijd vanuit zijn vaderland Polen samen met zijn ouders in Nederland komen wonen. In het plaatsje Ochten in de Betuwe, om precies te zijn. Het gezin krijgt een rijtjeshuis en alles gaat zo zijn gangetje. Maar daar komt op een gegeven moment verandering in. Christian glijdt naarmate hij ouder wordt steeds meer af richting het riool van de samenleving, de onderwereld. De Poolse Nederlander komt in aanraking met de misdaad en geraakt daar in de voorbije jaren klaarblijkelijk ook niet meer uit. Op een gegeven moment is hij zoals gezegd naar de Haagse Middagteweg verhuisd. Hier hokt hij met 3 Poolse vrienden in de verschillende kamers van het pand. Maar onder de radar gebeuren er binnen de muren van die flatwoning op de eerste verdieping klaarblijkelijk foute zaken. Dat blijkt namelijk als het viertal in beeld komt bij de opsporingsdiensten wanneer zich op vrijdag 15 oktober 2021 een man meldt bij een wijkagent in Ter Aar. Het is ruim 3 maanden geleden dat Peter R. de Vries is vermoord. Onmiddellijk door en licht hiervoor opgeleide collega's binnen het opsporingsapparaat in. De recherche schrijft hierover in vertrouwelijke stukken. Een manspersoon, nader te noemen getuige 5089, meldde zich bij een wijkagent in Ter Aar die aangaf dat hij vertrouwelijke informatie had. Getuige 5089 werd vervolgens in contact gebracht met het team criminele inlichtingen Eenheid Den Haag. Op maandag 18 oktober 2021 heeft de TCI voor de eerste keer contact gehad met getuige 5089, valt te lezen in het strikt geheime bericht. Eddie of getuige 5089 is locatiemanager op een camping in het westen van het land, maar zit gezien zijn contacten diep in de onderwereld. Justitie heeft hem inmiddels in een getuigenbeschermingstraject geplaatst. Uit zijn getuigenissen komt een door hem geschetst beeld naar voren van een crimineel Christian M. die onafgebroken klussen uitvoert in opdracht van een mysterieuze crimineel, door de getuige Oom genoemd. Hiermee zou volgens bronnen bij justitie Ridouan Taghi worden bedoeld. Christian gaat daarbij voortvarend te werk. Hij is gevreesd in heel Nederland en is voor niemand bang, zo stelt de getuige. Zijn opdrachten ontvangt hij via een speciaal daarvoor geprepareerde telefoon. Eddie zelf raakt betrokken doordat hij BMW en Volkswagen golfleasewagens op zijn naam laat zetten, die door Christian M. worden gebruikt. Mede daardoor is Eddie naar eigen zeggen ongewild gedurende bijna een jaar een fly on the wall bij allerlei ontmoetingen, die zullen leiden tot de moord die heel Nederland zal schokken. Zo staat Eddie op een parkeerpleintje in Tiel met een achterbak vol koopwaar, als Christian een ontmoeting heeft met Camille E., een in de omgeving van Tiel opererende drugshandelaar met schulden. Deze Camille moet Peter R. de Vries doodschieten, zo wil Christian. Maar Eddie hoort even later van zijn Poolse kennis dat het niet echt wil vlotten met de moordopdracht, omdat de beoogde schutter Camille angstig is. Mocht Camille gaan praten met de politie, dan pakken ze zijn moeder die ook in Tiel woont, zo hoort Eddie dan weer. Opdracht niet goed uitgevoerd, Eddie maakt ook de dagen kort na de huiveringwekkende aanslag op 6 juli 2021 van dichtbij mee. Christian is dan woedend op zijn ondergeschikte, omdat hij de moordopdracht niet goed heeft uitgevoerd. Want Camille, inmiddels gedegradeerd tot chauffeur, is na de klus in Amsterdam niet volgens de afgesproken route naar Rotterdam gereden, waar het hitteam in een woning zou gaan schuilen. Nee, hij heeft een andere route gekozen en is zodoende gearresteerd met vermeend schutter Delano G. Christian duikt een dag of 10 na de aanslag onder in Polen, maar verschijnt in het najaar van 2021 ten tonele. Hij gaat onverdroten voort met het uitvoeren van zijn klussen. Hij heeft dan inmiddels een huurmoordenaar ingeschakeld om een Poolse rivaal uit Harderwijk te doden. Dat zal zijn ondergang worden. Kort na deze mislukte moordpoging in Zeewolde pakt de politie Christian op, die zich op dat moment in een woning van een bevriende vitaminehandelaar bevindt in Den Haag. De politie doet die novemberdag vorig jaar ook een inval in Ochten, waar wapens zijn opgeborgen. De spanning is die dagen te snijden. Getuige Eddie weet wat hem te doen staat en loopt een politiebureau binnen. Hij wil schoon schip maken, zo vertelt hij verhoorders. Duistere Polen, van wie hij enkele herkende, bedreigen hem enkele dagen later in zijn woning, omdat ze ervan uitgaan dat hij al eerder heeft gesproken met de politie.
Hij krijgt van de politie het strenge advies om geen enkele Poolse criminele vriend meer te contacteren en is nu, bijna een jaar later, van de aardbodem verdwenen zoals dat heet.